DCA Markets heeft twee nieuwe aardappelnoteringen geïntroduceerd en we gaan het daarover hebben met René van der Driet van DCA Markets. Welkom. Dankjewel. Wat houden deze noteringen precies in? Nou, we hebben sinds vandaag een spotnotering, dat is een wekelijkse notering. Die is gebaseerd op de verschillende noteringen in Noordwest-Europa. Dan moet je denken aan Belgopom, Protego.nl, ons eigen padindex en Duitsland en Frankrijk. Die noteringen worden allemaal omgebouwd naar 40 opnoteringen. Dat betekent dat voor de 35 opnoteringen er een kwartje bij komt. En per week noteren we zo een nieuwe spotnotering. Ja, en dan hebben jullie nog een forward notering. Die is daarop gebaseerd? Die is daar zeker op gebaseerd. Wat we eigenlijk doen is, we gaan uit van de veronderstelling dat als je aardappelen koopt en die opslaat en dan een maand later levert, dat daar 15 eurocent per week een opslagkosten in zit. Dus we rekenen eigenlijk elke forwardprijs uit alsof er op de laatste dag van die maand aardappels geleverd worden. En zo krijg ik een hele goede voorspelling van de prijzen voor levering tot einde juli, want dat zijn de maanden die we noteren. Dus het is vanaf nu oktober tot en met de laatste maand is juni. Van het seizoen, ja precies. En wat zijn nou de voordelen van deze noteringen ten opzichte van al bestaande noteringen? Nou, we hebben allereerst een notering gemaakt waarvan we denken dat die recht doet aan de Noordwest-Europese markt. Dus wij laten bijvoorbeeld Bintje eruit, waarbij andere noteerders dat nog wel meenemen. Er komt bij dat onze prijs, zeker onze forwardprijs, eigenlijk emotieloze prijzen zijn. Want we pakken de spotprijs plus bewaarkosten. Dus er zit feitelijk geen emotie in, of die moet al in die spotprijs zitten. Dus ook eigenlijk de meest juiste voorspelling van een prijs voor levering op termijn. Ja, en worden dan de arealen in Europa gewogen meegenomen, of is het gewoon alle landen tellen evenveel mee? Ja, er zijn mensen die uitgaan van een 1-op-1 relatie, bijvoorbeeld EEX, die weegt alle landen voor 25% mee. Wij hebben gemeenterechten moeten doen aan de importantie van een land, dus Duitsland is bijvoorbeeld een veel groter land dan Nederland als het gaat om frietaardappelen. Dus die geven we ook een zwaarder gewicht en dat doen we op basis van de areaalcijfers, zoals we die elke jaar eigenlijk vast kunnen stellen aan de hand van CBS-cijfers. Dus dat wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld? Ja, voor elke contract waar we hierover spreken geldt dat het seizoenscontracten zijn. En de parameters die horen bij dat contract worden ook elk jaar opnieuw gesteld. En dat kan ook in overleg zijn met de markt. Maar wij proberen de markt zo juist mogelijk weer te geven. Iets waar DCA Markets voor staat. Prijzen transparant maken. Ja, en wat levert dat nu op voor de Nederlandse aardappelteler? Nou, dat is best ingewikkeld. Feitelijk zeggen wij van oké, wij maken op objectieve basis een prijs op. Een teler kan zich daaraan optrekken. Die zegt van oké, als ik dus puur kijk naar de, zonder sentiment kijk naar de kwalificaties van die notering, dan kunnen we daarop afwikkelen. En dan ben ik niet afhankelijk van een derde partij, van een opkoper bijvoorbeeld, maar een derde partij bepaalt de prijs. Dus daar kan je van stellen dat het een eerlijke prijs zou moeten zijn. Dus hoef je ook niet te onderhandelen met je opkoper, maar dat zijn feitelijk vaste gegevens. Ja, ja, ja. En gaat de handel nu ook straks op deze prijs afrekenen? Of? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Er worden klikcontracten bijvoorbeeld afgewerkt op futuremarkten. Iets soortgelijks zou kunnen gebeuren op onze forwardcontracten. Maar we zien het ook hopelijk in de toekomst gebeuren dat partijen echt besluiten van oké, levering oktober tegen DCA Markets prijs. Ja, en als je nou voor jezelf kijkt, wat zijn de verwachtingen van DCA Markets over deze noteringen? Nou, we denken dat het een waardevolle aanvulling is aan de verschillende waarden die er natuurlijk al zijn. Er wordt heel veel gepubliceerd over aardappelmarkten. De ene data is wat meer objectief dan de andere. En wij proberen als price reporting agent, zoals dat dan zo mooi heet, een objectieve prijs vast te stellen waar iedereen zich in kan vinden. Maar waarvan je in ieder geval kan zeggen dat het op objectieve criteria is vastgesteld door een partij die geen belang heeft bij een prijs. Dus de transparantie en relevantie van deze noteringen, dat maakt het verschil. Bedankt voor het kijken. Dit was Boer & Business TV.